Mijn broer gaat direct komen, hoor. Normaal gezien. Ja, we zien elkaar 2 keer in de week, dinsdag en donderdag. Terwijl een werkelijk grote geest liever eenzaamheid heeft, natuurlijk. Ja, ik heb dat dikwijls gezegd tegen Leentje. Enfin, daar heb ik het straks nog over als mijn broer er is, Leentje. Doe me eraan denken. En ik heb het dikwijls gezegd tegen haar, een werkelijk grote geest heeft liever eenzaamheid. Hè? En oké, geestelijke superioriteit leidt dan misschien tot ongezelligheid. Maar als ik nu bijvoorbeeld in mijn eentje in het park wandel, hè, wat ik tegenwoordig toch nogal veel doe, de meeste denk ik, ja, dan ben ik blij dat ik me niet met anderen moet ophouden. Echt waar. Lopen daar mensen rond in het park bij wie ik niet anders kan dan mij afvragen. Maar waarom zou je het leven nog langer willen rekken? Waarom nog meer dagen willen leven? Je gaat die ook verspillen, hoor. Die gaan allemaal zo voorbij gaan. Zoals al die andere dagen. Mensen lopen daar gewoon rond. Die lopen daar letterlijk hun vrije tijd te verniksen. Botte geesten, leeg van binnen, maar met volle aandacht voor het leven daarbuiten. De grootste onbenulligheid eerst. En maar smachten naar prikkels die van buiten moeten komen om die geest en dat gemoed toch maar wat in beweging te houden. Het komt erop aan wat iemand in zichzelf heeft, want dat alleen zal het langste stand houden. In een wereld die er zo uitziet, lijkt hij die veel in zichzelf heeft op een helverlichte, warme en vrolijke kerstkamer midden in de sneeuw en de ijzige kou van een decembernacht. Oh.